Waarom verlies ik als thuiszorgmedewerker en met mij tienduizenden collega's mijn baan? Hierdoor verliezen ouderen hun vertrouwde gezicht in de thuiszorg. Samen met mijn collega's in het verpleeghuis werken we elke dag keihard om te zorgen dat onze ouderen de zorg en de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Maar de zorg wordt steeds zwaarder en ik moet het met steeds minder collega's doen. Waarom wordt er niet ingegrepen? De pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest. Waarom word ik dan jaar in jaar uit gekort op mijn pensioen? Zo gaan we toch niet om met de ouderen die ons land hebben opgebouwd. Zorgmedewerkers die elke dag keihard werken verdienen ons respect. Maar afgelopen periode werden zij geschoffeerd. Het kabinet bezuinigt op de ouderenzorg en op de pensioenen. Wij staan klaar om te knokken voor verandering. Voor liefdevolle ouderenzorg met voldoende zorgmedewerkers. En voor een eerlijk pensioen. Doe mee!